Dan 40 gram kokosnoten. Dan havermout. Oh my god, dat heb ik niet. Ah, haha. Oh nee, maar dat is ook van Michael. Die vindt dat wat nierig. Het is heel makkelijk om je nu zo binnen het huis te laten gaan. Je hebt een hele dag niks anders te doen dan te eten en films te zien en af en toe eens te werken. En daarmee dat ik zo ben van, oké, we gaan eens iets lekker proberen maken dat ook gezond is. En iedereen zit precies in de baking banana bread fase. En ik ook. Ik was vroeger echt een super moeilijke eter. Mijn ankeltjes op kot met nieuwe mensen en dus dat je wel echt zo van, dat is kei gênant dat ik dat allemaal niet lust. Ik ben volwassen en ik eet bananen. Allee, nog niet helemaal. Bananen eet ik bijvoorbeeld in dingen. De smaak vind ik lekker, de textuur vind ik doodant. Ik had een dadels. Aan alle mensen die dit zo eten, jullie zijn zot. Dat ziet er niet uit. Oh, je moet ik van kot. What the fuck, dat is allemaal in mijn fucking oog. What the fuck, dat is echt die appelen zijn. Het is wel lekker. Ik ga tv kijken met mijn stuk bananenbrood. Want ja, het is niet dat ik iets anders kan gaan doen. Ik weet dat ik normaal gezien op kot moet zijn, maar het is van een uitzondering. Ik moet iemand verrassen. In deze verboden bos woont ze. Lara! We hebben de traditie om eigenlijk altijd koekjes en chocomelk te drinken. En ik dacht voor haar verjaardag, het zou stom zijn om alleen te zijn vandaag. Afval, hè? Hoe voelt het om daar vast te zitten? Voor mij, zoals die Disney-prinsessen. Dank u. Je hebt precies Rapunzel, laat uw haar vallen, please. Ik heb wel het gevoel dat mensen meer lieve berichtjes sturen als je mee gaat. Dus het is een voordeel ergens. Ik voel mij een warm pompje. I hate to do this on your birthday. Happy birthday. By the way, it's not you, it's me and all that other bullshit. You know that bullshit, don't you, babe?